Meneer de premier, vorig jaar reeds bleek uit cijfers dat meer dan 177.000 mensen afhankelijk zijn van de voedselbanken. Toen reeds ongeziene hallucinante cijfers en anno mei 2022 worden die rijen aan die voedselbanken alleen maar langer. Een voltijdse job en toch naar de voedselbank. Meneer de premier, ik weet niet of u dit artikel heeft gelezen, maar wat een blamage. Wat een absoluut dieptepunt voor deze regering. De inflatie is torenhoog. De bevolking die had gebukt onder de torenhoge energieprijzen, gasprijzen, voedselprijzen. En elke dag wordt het leven duurder. En het zijn al lang niet meer de allerarmsten onder ons. Nee, het zijn ook mensen die een job hebben. Het zijn ook tweeverdieners. Maar vindt u het eigenlijk nog normaal dat mensen moeten kiezen tussen eten of energie? Vindt u het normaal dat de ouders de schoolrekeningen niet meer kunnen betalen? En vindt u het normaal dat mensen met een voltijds betaalde job moeten aanschuiven bij die voedselbanken? Wanneer gaat deze regering nu eindelijk eens werk maken van structurele oplossingen? Waarom kan bijvoorbeeld in Luxemburg wel een veel lagere brandstofprijs aangehouden worden? En bij ons kan dat blijkbaar niet. Meneer de premier, vroeger hielden regimes de bevolking tevreden met brood en spelen. Maar onder Vivaldi is het brood gewoon onbetaalbaar geworden. Een stijging van die voedselprijzen. In onze buurlanden zien we dat die prijzen daar verminderd kunnen worden. Maar hier kan dat ook blijkbaar niet. Dus meneer de premier, wanneer gaat u ervoor zorgen dat onze bevolking het verschil voelt in zijn portemonnee op het einde van de maand? Wanneer gaat u nu eindelijk eens zorgen voor die betaalbare winkelkar? Ja, meneer de premier, maak u geen illusies. De nood aan voedselhulp, de nood aan financiële bijstand zal de komende maanden alleen maar stijgen. En het leven wordt elke dag duurder. En een beetje cynisch dat u daar verwijst naar de gasprijzen, dat de Nederlanders naar ons komen tanken. Wel, gaat eens naar Nederland voor de essentiële boodschappen gaan winkelen. Daar is het veel goedkoper. Daar is het nog betaalbaarder. En de financiële druk op grote groepen in onze samenlevingen wordt door deze regering nog steeds onderschat. Het gaat al lang niet meer over de 10% of zelfs 20% armste mensen van onze bevolking. Nee, het gaat zelfs veel verder. De groep is veel groter aan het worden. Het treft de middenklasse. Het treft die hardwerkende Vlaming. In plaats van aan te modderen, kies nu eindelijk eens voor structurele maatregelen. Verlaag die btw definitief op energie naar 6%. Verlaag de btw naar 0% op essentiële middelen. Doe iets. Met elke minuut tijdverlies duwt deze regering meer en meer Vlamingen de armoede in.